kom die kleedkamer in. Is er niemand? Hallo! Ik denk dat ze hierna zitten. Staat hij aan, Bart? Ja, hoor je mij? Fijn. Nou, dames en heren, welkom bij de poppenavond. We staan backstage, want ik doe niet anders, hè, dat weten jullie. En sommige medewerkers zijn zo druk aan het voorbereiden, sommigen gaan we even pauzen. Maar wat zo leuk is, dat de Dirty Dadders zitten hier achter mij al te eten. Die moeten nog eten. En Rowan Hair staat op dit moment klaar om geïnterviewd te worden, dus gaan we naartoe. Ik sta naast Rowan Hezen en die gaat zo nog optreden. Ja. Wat kunnen we verwachten? Een dwarsdoorsnede van ons repertoire. Dat is al sinds 33 jaar, daar zijn er langzame liedjes. Snelle feestliedjes. Nou ja, dat is wat we vanavond doen. We zijn helemaal fris van de lever vanavond. Vol energie? Altijd, hè, altijd. Maar nu extra vol energie. Horen jullie dat? Speciaal voor jullie. Hey. Hey, veel plezier. Komt goed. Niet te gaan. Jullie ook, hè. Dankjewel. Linda! Als je afvraagt wat ik op een avond doe, ik ben dus echt al 2 uur lang de namen van Broederliefde in mijn hoofd aan het stampen. En ik denk dat ik ze nu eindelijk weet. Komt-ie! Ja, weet je het nog? Ja. Edson. Yeah. Ja. Mella? Yes, sir. Ems? Ja, daar ben ik. Cher? En Shaf. Da. Yes! Goed zo. Kijk, klaar. Nee. Hoe vonden jullie het? We vonden het heel gezellig. Heel veel liefde gekregen vanuit Woerden. Heel gezellig publiek. Heel veel liefde. Toppie. Tot de volgende keer. Houdoe. Inmiddels net zo rood als mijn shirt. Staan we weer. Staan we weer. Net zoals vorig jaar. Naar je shirt te kijken. Is een geweldig shirt. Dat is mooi, hè? Ja. Ik vind die jullie echt mooier. Hij zijn nog mooi wit. Hoe lang gaat dat duren? Niet lang. We hebben vanmiddag een fotoshoot gehad. Dus allemaal nieuwe kleren gekocht voor het eerst in 5,5 jaar. Dus we gaan kijken hoeveel we het weer kunnen krijgen vanavond. Ja. Ik vind jou meer een type van zeg maar, vragen beantwoorden dan van vragen stellen. En dat is niet vervelend bedoeld. Dat is goed. Ja? Te gek. Hoeveelste keer staan de Dirty Dadders al op de Woerdense vakantieweek? Derde keer. Derde keer. Geweldig. Was de eerste keer A binnen of B buiten? In de biertent binnen. Op dinsdag. Ik vroeg niet welke dag. Op welke dag was de eerste keer dat de Dirty Dadders op de Woerdense vakantieweek speelde? Dinsdag, als ik het goed herinner. Dat heb jij je goed herinnerd. Ja. Heb ik nog een paar prangende vragen voordat je zo het podium op moet. Hoe hou je je shirtje zo mooi schoon? Die wordt gewassen. Waar is Woerdy? In de vijver. Wat vond je van Broederliefde? Heel vet. Wat vind je van de Dirty Dadders? Nog vetter. Yeah. Ik ken jullie namen niet zo goed. Nee, dat is Huub. Ik heet Roger en jouw naam was? Manon. Manon. M-A-N-A-N. Ik vind het zelf spannend, ik geef de microfoon niet graag uit handen, maar jij mag 1 vraag aan ons stellen. Hou goed vast, het is een zwaar ding. Hoe tof was het om de super surprise act te zijn van de Woerdense vakantieweek? Ja, dat is een goede vraag. Ik vond het voor een surprise act tamelijk vroeg aangekondigd, 2 weken van tevoren. Het is te gek om voor de derde keer hier te staan en weer op het grote buitenpodium. Na Broederliefde, na Rowan Hezen, vorig jaar na de Golden Earring. Het is een feest. Woerden is te gek. Dit is echt serieus het langste interview van de hele week. Cool, hè? En we hebben helemaal geen tijd. Nee, dus we gaan nu naar het podium. Nu toch? 11:30? Ja. Ja. Go, go, go! Top zeer! Dankjewel! Doeg! Achter mij gaan Dirty Dadders helemaal uit de stekker. Ik heb ook echt geen idee of jij mij kan verstaan, want ik versta mezelf gewoon echt niet. Ze gaan nog even een half uurtje door. 1 grote knaller. En ik zie jou morgenavond weer. Morgenochtend is Geester. Joep!